Welkom, kijk eens rond in deze supermarkt. Denk je dat al deze producten over 5 jaar nog in het schap liggen? Waarschijnlijk niet, kijk maar eens hier. Allemaal producten die 5 jaar geleden nog niet bestonden. En zo zullen veel van de producten die hier nu staan er over 5 jaar ook niet meer zijn. Dat komt omdat alle producten een soort van cyclus doorlopen. Ze worden ergens bedacht, gaan de markt op en verdwijnen op een gegeven ogenblik ook weer. Producten hebben dan, net als mensen, een soort van levenscyclus. En dat noemen we dan, de productslevenscyclus. En net zoals bij mensen hebben producten ook fases. De eerste fase is de introductiefase. Een nieuw product wordt op de markt gebracht. Ontwikkelingskosten moeten worden terugverdiend. Er moet een nieuw distributienetwerk komen en er moet relatief veel reclame gemaakt worden. In deze fase zal er dan ook weinig tot geen winst zijn en misschien zelfs wel verlies. De tweede fase is de groeifase. De omzet en de afzet nemen snel toe. De prijs daalt door schaalvoordelen. En de winst stijgt. Het product wordt verbeterd en de eerste productvariëteiten komen op de markt. De volgende fase is de rijpheidsfase. De groei neemt behoorlijk af. Om de afzet op peil te houden worden nog meer varianten op de markt gebracht. Er is meer promotie nodig. Er is nog wel winst, maar deze neemt af. Vervolgens gaan we naar de verzadigingsfase. De groei is eruit, de markt is verzadigd. Producten worden vaak zo verbeterd dat er nieuwe producten ontstaan. Er is veel concurrentie en de winst daalt. De laatste fase is de neergangsfase. De afzet daalt snel, de winst verdwijnt en het product uiteindelijk ook. In elke fase van de productslevenscyclus moet er op een andere manier met de markt en de consument omgegaan worden. Dat betekent dan ook dat je marketinginspanningen in elke fase anders moeten zijn.